avec les poncivas, est aussi impossible d'avoir des bateaux couverts sur nos canoës. Maar die lage bruggen is natuurlijk onmogelijk om hier nog overdekte bootjes te hebben. Helemaal terug in het paleis van de heren van de Verritte in Huizen gekomen, waar ze daar straks in de mails ongeveer een viertal meter links boven het brugje dus, daar ook nog het kleinste venstertje, het kleinste raampje van de stad zien. En dit is gebouwd in gotische stijlen. De muur van die palais en face is hier nog ongeveer 4 meter au-dessus de la partie gauche du pont. Daar moet je voir la petite fenêtre de Notre-Ville, struit en style gothique. The wall of the palace here just ahead of us, 4 meters past the left part of the bridge. You can also see the tiniest, is this smallest window in town, built in Gothic style. Was a spy window. Et une fenêtre d'espionnage, un spion venstertje. Een beetje verder rechts kunnen zien, is de ingang van het Groningen Museum. Een museum met schilderijen van de Vlaamse meesters, de zogenaamde Vlaamse primitieven. Wordt er valt de vaart l'entrée du Musée de Groningen, daarom is eigenlijk de peinture des maîtres flamands, primitieve flamands. The gate on the right hand side is the entrance of the Groningen Museum. This is a museum with paintings by the Flemish masters. It is the circle, the Flemish. Weinige ogenblikjes hebben we straks nog een zichtje op het Belfort. Die is 83 meter hoog. Die hangt een bijaard met 47 klokken. Ze hebben een gezamenlijk gewicht dus van 27 ton. We kunnen de toren bezoeken, maar daarvoor moet je wel 366 treden bestijgen. Dans passé, nous avons une vue du beffroi, le beffroi à hauteur de 83 mètres. Un carillon de 47 cloches qui ont un poids total de 27 tonnes. Et on peut aussi visiter la tour, mais il faut monter 366 marches. In front here we have view of the belfry. Belfry is 83 meters high. Has 47 bells. And this is with a weight of 27 tons. You can also this tower, then you need 366 steps. Ladies and gentlemen, so here we are almost at the end of our excursion. I hope that you've enjoyed it. Come through as well. And thank you, and I wish you a very nice best day now, sitting. So maybe a small déplacement to guide your country is always welcome, very kind. Therefore, so many thanks. After all, we are no drivers, no guides. So, dames, soms zijn we presque à la fin de notre excursion. Dan was ik, vous en êtes satisfaits, c'est qu'on t'ordonnait. Vous remercie, je vous souhaite encore très bon et agréable après-midi encore. C'est à Bruges.
Ça peut être un petit pour un petit crédit. Et comme ça, on fait toujours plaisir à Serge, je vais recevoir pour remercier aussi de nos gentillesses. Nous sommes donc des bateliers, hein, pas des idées. Dames en heren, komen jullie bijna aan het eind van het tochtje. Om te doen dat het vrede van ons ook wat geen informatie waard is. En ik denk u wens nog verder ook een zeer prettig, gezellig verblijf te brengen. Zoals dank voor appreciatie voor uw uitleg, kleine wensje of een klein pootje, ook als ik welkom zeer vriendelijk van u te wegen, voor ook hartelijke dank. U nog verder, dames en heren, eventueel hier aan de rechterzijde van het bootje, op te passen met uw handen en armen alsjeblieft. Voor de gentils en thuis hier, de bodybuilder, ook fait attention. Ik leen mij liever als die moeplein. For people sitting on the right hand side of the boat, mind your hands and palms, please. Wie? Jan? Ja? Ja, het is goed.